Waar is Wouter? Weet ik niet. Wat is er met jou? Ik kan niet op snowboardvakantie, mijn geld is op. Waarom zijn al mijn hobby's zo duur? Lummelen en je neus peuteren? Ik wist niet dat het geld kost. Ik hou ook van dure kleding. Popconcerten, snelle auto's, snowboarden. Vroeger hadden wij helemaal niks. Mijn moeder maakte mijn kleren zelf. En als we naar een popconcert wilden, dan gingen we op straat naar draaiorgel. Weinig geld maakt creatief. Ik word er vooral chagrijnig van. Rijke luisjochie. Hé, hey, gaat het over mij? Hé, hey, Alfons. Leonore Poortje. Alfons, je bent vader geworden. Ja, zeker. Van Alfons junior. En is vandaag pappendag. Ik dacht even mijn zoontje showen aan mijn favoriete ex. Hè? Wat een schatje. Ja, wat lijkt je op je vader. Heeft hij na jou nog iemand zo gek gekregen om verliefd op hem te worden? Ja, Marie Fleur. Die past ook veel beter bij hem. Marie Fleur heeft zeker ook een rijke papa. Ja, en een rijke mama. Ze hebben elkaar ontmoet toen hun zeiljachten op elkaar botsten. Liefde op het eerste gezicht. Ik wil ook geld van een zeiljacht. Een zeiljacht? Dat maakten wij vroeger van een oude klomp. Dag, Alfons. Lig je lekker? Oh ja, heerlijk. Hè? Even bijkomen. Oh, trouwens, ik heb geen haast. Hè? Je mag zo lang met hem spelen als je wil. Hé, hey, papa. Mijn kind is ineens afgelopen met dat geluier, hè? Nee. Ik zit er juist middenin in dat geluier. Snap je hem? Geluier. Oh, ik kan niet meer. Oh, doe maar even een bakje koffie, Benny. Echt, want die pappadag, dat gaat me niet in de koude kleren zitten, zeg. Wauw, pappadag. Jij mag de hele dag voor Alfons junior zorgen. Maar ook, ik vind hem weinig aan. Oh, het is een lief jochie, hoor. Maar ja, hij slaapt alleen maar. Ja, is inderdaad net zijn vader. Jongens, Wouter heeft een ongeluk gehad. Nee. Wat? Zijn raceauto is over de kop geslagen. Oh, wat afschuwelijk. Maar Wouter heeft toch helemaal geen raceauto? Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? We zijn nog nooit zo bezorgd geweest. Nou, wacht maar tot je een kind hebt. Dan weet je pas echt wat bezorgdheid is. Ik heb toch een berichtje gestuurd? Ja, ik ben later. Mijn raceauto is over de kop geslagen. We dachten dat je erin zat. Hierin? Is nog veel te klein. Alfons, moet Alfons junior niet wat eten? Ja, misschien wel, hè? Ja, onder in de tas, daar zit een flesje. Wil je dat aan junior geven, alsjeblieft? Ik ga niet voor jouw kind zorgen. Het is pappadag. Je moet zelf met je zoon bezig zijn. Maar jij bent toch zo dol op baby's? En ik heb ook een beetje last van een tennisarm. Modelraceautootjes. Dat is waarschijnlijk het dichtst dat ik ooit bij mooie en snelle auto's in de buurt kom. Vroeger maakten wij onze autootjes zelf. Van oude conserveblikjes. Maar weet je wat ik het ergste vind? Dat ik niet op snowboardvakantie kan. Wij gingen vroeger liften. Wees creatief. Zo snowboard zelf. Weet je hoeveel dat kost? Ongelofelijke, verwende, fantasieloze zeurkous. Ik zou juist wat laten zien. Ik weet precies waar jij het over hebt, Timo. Ik wil ook zo graag snowboarden. Maar ja, ik zit met die baby, hè? Die baby? Dus je zoon. Vanaf hoe oud kunnen baby's eigenlijk snowboarden? Snowboarden? Hij kan nog niet eens lopen. Ja, waarom eigenlijk niet? Dat zeggen ze er van tevoren niet bij, hè? Hij stoot er los. Kan hooguit nog een paar onderdelen gebruiken. Ik zou jullie eens laten zien dat geld geen probleem hoeft te zijn als je maar handig bent. Een onhandigheid hoeft nooit een probleem te zijn als je maar geld hebt. Ik ga niet voor jouw baby zorgen, hoor, Alfons. Ik doe het niet. Papadag is voor papa's. Alfons! Ik doe dit wel, maar het klopt niet. Het is pappadag. Oh, jongens. Alfons heeft een poepbroek. Ben je nou zelfs te lui om even naar de wc te lopen? Ja, nee, niet hij. Alfons junior. Hij moet verschoond. Ja, luiers en natte doekjes die zitten ook in de kar. Ja, dag. Zo, een snowboard. Zelfgemaakt. In de kleuren van het klokhuis. Zo deden wij dat vroeger met alles. Je kocht niet wat je wilde hebben. Je maakt het. Ja, mijn vader had het al helemaal gemaakt, dus wij hoefden nooit iets te maken. Alfons, ik ga niet zijn poepluier verschonen. Dat is voor Alfons junior toch ook niet leuk? Hoe zou jij het vinden als je billen werden afgeveegd door een vreemde? Alfons junior en ik zijn het zat. Elke baby heeft recht op liefde en aandacht. Ook als zijn vader toevallig luie Alfons heet. Ja, maar ik ben echt dol op dit ventje, hoor. Alleen je krijgt er zo weinig voor terug, hè? En jij denkt dat dit ding glijdt op sneeuw? Hey,
De wieltjes van je raceauto. Wat slim, Wouter. Ja, zo heb je een hele grote skateboard. Kijk, eigenlijk is skateboarden een soort snowboarden, maar dan veel goedkoper. Zie je nou, als je maar creatief bent, hoeft het allemaal niet zo duur te zijn. Oh. Heb je lekker liggen kleien, jongen? Oh, hoe lang duurt het eigenlijk bij babytjes voordat ze hun eigen billetjes kunnen afvegen? Ik hoop in jouw geval nog jaren. Ja, je bent mijn kleine mannetje. Het is jammer dat je nog niet zoveel kan. Ja, stinken, dat kan die, hè? Nou, ik vind dat hij ook wel aardig komieken.